bij een online teens class. Ik ben super blij dat je hier samen met mij bent. En we gaan gelijk luisteren naar een super mooi verhaal. Het gaat over een van de eerste wonderen die Jezus had gedaan. Maar voordat we beginnen wil ik je vragen om jouw Bijbel erbij te halen, om je schrift erbij te halen en natuurlijk je pen. Als je dat nog niet hebt, druk nu op pauze. Oké, ik hoop dat je het erbij hebt gehaald. Want strakjes bij de Zoom, dan zal ik je misschien vragen stellen. Of misschien je vragen, of jij misschien vragen hebt. Of wat je het meest heeft aangeraakt en zo. Zodat we elke dag van ons leven eigenlijk weer kunnen herinneren aan het woord van God. Of de zondag hebben ontvangen. Amen. Oké, terug naar het verhaal. En een van de eerste wonderen die Jezus had gedaan, was water veranderen in wijn. En dit staat geschreven in Johannes hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 11. Dus dat kun je opschrijven. Johannes hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. En dit is echt een super mooi verhaal. Ik zal het je vertellen. We zien hier dat Jezus was uitgenodigd samen met zijn moeder op een bruiloft in Cana. En opeens was er wijn op. En toen dacht ze van, kijk, het was een beetje... Ze hadden toen ook nog geen supermarkt of zo. Ze konden niet nog even snel naar een appie om het te halen. Wat moesten ze doen? Er was geen wijn meer. En toen ging Maria, de moeder van Jezus, naar de leider van het feest. En ze zei, dit is Jezus en luister naar wat hij zegt, want hij kan iets doen. En Jezus kwam naar deze feestleider toe en hij zei, vul de kannen of kruiken met water. En het mooie is, ze deden het gewoon en hij zei, en nadat je dat gedaan hebt, nadat die medewerker of die werkers dat hadden gedaan, breng het naar de leider van het feest. En dat was het, dat was eigenlijk het enige wat hij zei. En deze personen aan wie hij het vertelde, die deden het gelijk. Die geloofden in wat hij zei. En ze deden het. En weet je wat geweldig is? Toen de feestleider het proefde, dus toen de kruik zo werd geschonken en het proefde, was het het lekkerste druivensap of wijn die ze ooit hadden geproefd. Geweldig, hè? En dat was een van de eerste wonderen die Jezus had gedaan. En als we weer kijken naar het thema van deze maand, dat is dat God belooft ons te helpen tijdens verdrukkingen of tijdens moeilijke tijden. Dan zien we hier drie stappen eigenlijk, hoe we dat kunnen meemaken in ons leven. Ten eerste, nodig Jezus uit. Nodig Jezus uit in wat voor problemen je dan ook hebt. In welke situatie je ook mag vinden. En misschien denk je van, ik weet niet of Jezus wel in mijn leven wil stappen. Of ik weet niet of Jezus mij wel wil helpen met mijn problemen. Want het is heel erg of het is echt messed up of het is te erg of het is te moeilijk en het is onmogelijk. Maar nodig Jezus uit in jouw leven, want hij kan het onmogelijke mogelijk maken. Dat is het eerste wat ik je wil zeggen. Ten tweede, laat de Heer werken op zijn manier. Vaak dan als wij het moeilijk hebben of als wij een probleem zien, dan denken we gelijk van, ik ga God vragen om mij te helpen. Maar en dan gaat hij zeker op zulke manieren, zeg maar, te werk. Hij gaat zeker dit, dit en dit doen en dan komt het goed. En alleen op die manier kan God mij helpen. Dat denken we vaak. Maar wat we vaak vergeten is dat Gods gedachten veel groter zijn dan onze gedachten. En zijn plannen veel groter zijn dan onze plannen. En dat weten wij niet. Dus laat toe dat als jij Jezus hebt uitgenodigd, te midden van jouw problemen, te midden van je moeilijke situatie, laat hem dan ook jou helpen op zijn manier. Want zijn manier is altijd het beste. Hij weet hoe hij jou het beste kan helpen. Dus geef hem ook die vrijheid. Geef hem die vrijheid in je leven. Geef hem die vrijheid in je hart. Zodat jij niet meer afhankelijk bent van jouw keuzes of van onze keuzes, want vaak maken wij daar fouten in. Maar wanneer wij God toelaten om ons te leiden, wauw, dan zullen er echt geweldige wonderen gebeuren. Amen. En als laatste, de derde, geloof in de Heer of vertrouw volledig op God. Dus we hebben hem al uitgenodigd in ons leven. We zeggen, Heer, doe het op uw manier. En als laatste, geloof
in wat God doet in jouw leven. Geloof in die manier wat misschien heel onlogisch voor jou lijkt of heel raar is voor jou. Geloof dat God jou daarmee kan helpen. En wanneer we dat doen, wanneer we volledig op hem vertrouwen, weet ik zeker dat jij een wonder zal meemaken in jouw leven. En ik heb daar voor mij in mijn persoonlijke leven tientallen, misschien wel honderden verhalen over hoe God mijn leven heeft veranderd. Of mij heeft geholpen uit een onmogelijke situatie. Omdat ik gewoon mijn manier losliet en volledig op hem vertrouwde. Dus ik wil jou uitdagen hetzelfde te doen. Geloof in hem. Nodig hem uit. En vertrouw volledig op zijn manier. Amen. En als hij, Jezus Christus, dat wonder kon doen in Cana, zoveel duizend jaar geleden. Geloof dat hij op dit moment, in wat voor probleem of in welke situatie dan ook in jouw leven, dat hij dat nu ook kan doen voor jou. En ja, denk erover na. Wat zijn de struggles waarmee jij nu mee dealt? Wat vind jij moeilijk? Of wat zijn de omstandigheden of situaties dat onmogelijk lijkt voor jou? Laat God toe. Juist in die area, in dat gebied van jouw leven. Ik weet zeker dat wanneer God iets moeilijks of een probleem in jouw leven heeft geplaatst of toelaat. Weet dan dat wanneer wij God de kans geven om daarin mee te bemoeien en daarin een wonder te doen. Dan zal hij jouw leven gebruiken als testimonie en getuigenis voor vele andere zielen. Zodat niet alleen jij gezegend wordt, maar ook de mensen die jouw verhalen mogen horen. Amen. Amen. Ik wil je uitnodigen om samen met me te bidden. Ter afsluiting van deze online teens class. En ja, open je hart gewoon, weet je wel. Laat dit niet toe. Laat niet gewoon zijn dat je denkt van, oh ja, yo, het is weer zondag. Ik zet dat filmpje weer aan. Kan ik tegen mijn ouders zeggen dat ik het woord van God heb geluisterd? Nee, maar als jij verlangt naar een wonder in jouw leven, laat dat toe. Laat God toe in jouw hart. Laat God toe om door de muren van je hart. Misschien heb je heel lang al een muur opgebouwd in je hart voor de mensen om je heen. Of draag je elke dag een masker en zeg je tegen iedereen dat het goed met je gaat terwijl je het eigenlijk moeilijk hebt. Laat God toe in jouw hart. En laat hem jou helen op de pijnlijkste of moeilijkste plekken. God wil jouw leven gebruiken, want hij houdt van jou. Als hij mijn leven wil gebruiken, wil hij ook jouw leven gebruiken. Amen. Ik wil je uitnodigen om samen met mij niet te bidden. Sluit je ogen en open je hart voor de Heer. Vader, dank u wel voor deze mooie zondag. Als u weer een nieuwe woord heeft om ons te bemoedigen, om ons weer te bevestigen. En als dit voor de mensen zijn die voor het eerst dit horen, dat zij u mogen geloven, Heer, dat zij mogen stappen in redding, zodat zij het eeuwige leven mogen meemaken, maar ook hier op aarde het beste leven mogen hebben, Heer. Vader, dank u wel dat u onze hoop bent wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we problemen hebben, wanneer we ons eenzaam voelen, Heer. We willen u uitnodigen en ons om toe te laten in ons leven, in die moeilijke plaatsen, in die onmogelijke situaties. Vader, we nodigen u uit. En ik bid, Heer, voor elke tiener die dit ziet, dat zij waarlijk mogen geloven en volledig mogen vertrouwen op u. En niet meer op onze eigen manieren, Heer. Niet meer op onze eigen methodes. Niet meer op onze eigen oplossingen. Maar we vertrouwen volledig op u. In de naam van Jezus. We geloven dat wonderen zullen plaatsvinden in ons leven. In de naam van Jezus. Dat we niet zomaar een ordinary, een gewoon leventje hebben. Maar een leven vol van wonderen. Omdat God, de Heer Jezus Christus, met ons is. In de naam van Jezus. Zegen onze ouders, Vader. Gebruik onze levens om ook een zegen te zijn voor hen. Onze familie, de mensen om ons heen. En zelfs voor onze pastors en Gigi Joy, onze leider, Vader. Dank u wel, Heer, dat wanneer u hen zegent, u ons ook zal zegenen. In de naam van Jezus heb ik gebeden. En zeggen we met z'n allen, amen. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. Ik ben echt zeer gezegend door dit woord. Ik hoop dat ik je strakjes zie om 1:15 bij onze Zoom-sessie. Dan kunnen we het hebben over dit woord, over je eigen struggles als je graag iets wil sharen. Wees erbij en anders tot volgende week. God zegen. Later.